Ook in afwachting van de Almelopers? Uiteraard, uiteraard. Want dat is natuurlijk een fantastisch team. Die weer dit hele Pinkster weekend actief is. Lopen, fietsen en dat allen voor het goede doel. Voor de palliatieve zorg. Zij doen het voor die ander. Maar u bent wel erg vroeg, want dat duurt nog wel anderhalf uur voor ze hier zijn. Ja, maar ik ben natuurlijk voor het Almelopers team. Maar natuurlijk ook voor de andere teams. Want Europa Run gaat natuurlijk over veel meer dan Almelo. Kijk, dus de trend die zit er mooi in. Dan ligt een tempo loop. Bij deze deelnemer van Apeldoorn gaat verder. Alle teams dus met een aantal fietsers en vier lopers. En die vier lopers die worden op een gegeven moment afgewisseld door vier andere lopers. 10 kilometer nog voor de boeg. Dan hebben ze nog maar een klein stukje te gaan. Dan zijn ze ruim over de helft. Team Pascalis, zet hem op met dat laatste deel. Dat tweede lange deel hier. Met de passage hier in Almelo. Heel veel succes. Ik kan mezelf niet meer voorstellen. Ik ben wat ze hier staat en hier dorp kennen. Misschien de meest gehaat moet je je voorstellen. Hier welkom dus op de Koornmarkt en zij gaan ook door voor die laatste paar kilometer die ze nog moeten. Dat kleine stukje tot aan Rotterdam, 224 kilometer. Hier doen Indie Europa Run, Indie Oranje stoet, gaan ze met z'n allen hier doorkomen. Dames en heren, hier zijn ze dan, het team van de Almelopers bij de Europa Run 2017. En u als thuispubliek, u gaat zorgen voor het beste applaus wat er is. Want dat hebben zij verdiend, dat hebben zij nodig. Dames en heren, hier zijn ze dan. En die 9 doen het echt fantastisch. We hebben een nieuwe motorwerker dit jaar. Paul die heeft vannacht zijn leven al gelaten. Want we hebben echt de eerste dag heel erg slecht weer. Laten we nu maar wat ze weer achterwege laten. Normaal hebben we 3 dingen, maar als we kijken, staan met